Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 20 februari van Weerplaza. Het blijft vandaag droog. Wel zijn er wolkenvelden, vooral in het westen van het land. In het noordoosten komt eerst lokaal mist voor en op veel plaatsen vriest het vanochtend licht. In de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, als laatste in Zeeland. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 5 of 6 graden en daarbij staat een matige noordoostelijke wind. Vanavond klaart het op veel plaatsen op en gaat het al snel licht vriezen. Vannacht is opnieuw kans op een enkele misbank. En morgen ziet het er aardig uit met flinke perioden met zon. En in de middag wordt het 4 tot 6 graden en dat is kouder dan vandaag. En daarbij staat een matige noordoostelijke wind en die wind maakt het voor het gevoel kouder. De dagen daarna hebben we nog steeds droog en koud winterweer. De zon krijgt veel ruimte, vooral op de vrijdag en de zaterdag... S'nachts vriest het licht tot matig en overdag wordt het hooguit 3 tot 5 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.